We leven in een democratie en ik denk dat het wel belangrijk is dat iedereen zijn stem kan laten horen in Nederland. Als er een democratie in je land is, dan vind ik het belangrijk dat je daaraan deelneemt en dat je daar gebruik van maakt, dat je je stem kan laten horen. De burgers hebben dan gewoon inspraak in wat er in Nederland of in jouw gemeente gedaan wordt en gebeurt. Het is een land zoals Nederland waarbij allerlei partijen samen over dingen komen. Bij een goede keuze hoort natuurlijk een goede voorbereiding. Daar weten deze leerlingen alles vanaf. Bij mijn maatschappijleer de partijen allemaal doorgenomen. Wat elke partij van de situatie vindt. Ik heb stemwijzers ingevuld online, meerdere. Zodat ik wist op welke partij ik paste. Ik denk dat ik wel een stemwijzer ga invullen. En dan kijken wat eruit komt. Ik voelde wel zeg maar gewoon bij één bepaalde partij dacht ik. Ja, hier sta ik achter. Dit wil ik steunen. Jongeren doen dus net als volwassenen de stemwijzer. Docent maatschappijleer Jesse Heuting valt het op dat scholieren ook dezelfde onderwerpen belangrijk vinden. Je merkt wel dat duurzaamheid wel een item is wat veel leerlingen belangrijk vinden. Ik denk bij sommige leerlingen ook wel echt de diversiteit. Je ziet ook wel dat best wel wat leerlingen hier bij ons op school met hun genderidentiteit bezig zijn bijvoorbeeld. Dus dat is iets wel. Discriminatie is ook wel een item wat ook bij veel leerlingen wel speelt. Milieu. Ik vind dat het goed geleid wordt, de stad. Dus dat ik op de juiste mensen stem. De jeugd, het milieu, de toekomst, de woningmarkt en zo. Dat vind ik allemaal belangrijke punten.